Dan zijn ze helemaal dicht. Dus ze zijn helemaal aan elkaar vastgeklonterd. Heerlijk, goed verhaal. Goedemorgen. Het is 11 uur, gok ik. 10 over 11. Het is 10 over 11. En ik ben mijn bed uit. Ik heb met een verwarming aangeslapen. Dus goed op mijn keel geslagen. Niet zo gek. Dat is ook niet zo verstandig, maar dat is het gewoon vergeten. Ik zit hier onder een dekentje nog een beetje bij te komen. Er schijnt zowaar een zonnetje, zie je? Lekker. En ik eet een rijstwafel en ik heb een sinaasappel. Omdat er ook letterlijk verder niks meer in huis is. Wat. Dus ik heb nog wel avondeten. Dus ik heb eigenlijk de neiging om gewoon geen boodschappen te doen. Omdat ik er geen zin in heb. En ik wil mezelf aanleren om gewoon niet bij ieder wissewasje weer naar de supermarkt te gaan en weer een hoop te kopen. En ik heb voor het eerst sinds tijden weer een bukkel. Dat is ook heel fijn. In principe hoef ik vanavond, moet ik vanavond werken? Ik ben helemaal mijn dagen kwijt. Nee? Jawel. Jawel, tuurlijk wel. Het is vrijdag. Ik zit te denken, is het nou donderdag of vrijdag? Bizar dat ik dat kwijt ben. Het is vrijdag, dus natuurlijk moet ik werken. Ik weet alleen weer niet hoe laat. Maar volgens mij 3 uur. Laat ik het meteen gaan checken. Ik ga het meteen checken. Misschien. Oh, ik weet het alweer. Ik heb gisteren ook gekeken. Ik moet om 3 uur, maar ik heb het vermoeden dat ik misschien later mag komen. Omdat dat nieuwe meisje er dus ook is. En dat staat er eigenlijk op het begin altijd extra bij. Alleen, het heeft nu gewoon een beetje 's middags sta je met 2 mannen, is echt genoeg. Dus, nou ja, we gaan het zien hoe het loopt. En, nou, dat betekent dat ik nog even in ieder geval een uurtje of 3 voor mezelf heb achter mijn laptop. Op de bank, GTSD kijken, rustig mijn sinaasappel opeten. En mijn stem een beetje terug laten keren. Dus ja, en dan vanavond werken. Verder niet zoveel bijzonders vandaag. Het is eigenlijk een beetje een mainstream werk. Nog niet werk, dacht je. Poesjes zijn aan het slapen. Hallo poesjes. Ze worden echt groot, hè. Pas zei iemand het ook in de vlog. Dat jullie zo groot worden. Ik vind het al zo schattig als ze die pootjes zo wegstoppen. Gerard, kijk je boos. Hallo Jinjin. De laatste tijd noem ik hem heel veel Jinjin. Ik weet ook niet hoe dat gekomen is. Sorry. Oh, ik moest niet zeggen. Mijn camera zegt dat dit een landscape is. Hij denkt dat je een tijger bent. Ginny. Hi. Hi. Hallo. Ah, kijk dat Becky. Schatje. Oh, kom je gelijk naar me toe. Gezellig. Volgens mij heb ik echt 3 dagen geleden nog de vaat gedaan. Maar toen dacht ik wel van, hé, wat is het weinig. Nou, ik heb alweer aardig wat verzameld. Nou heb ik natuurlijk ook die burger en zo gemaakt. Trouwens, over die pan. Ik vind het een super fijne pan. En hij komt dus van de, hoe heet het? Quantum. Alleen, ik krijg hem dus niet goed schoon. En ik weet dat je absoluut niet met een schuursponsje in een pan moet gaan zitten vroeten. Dan denk ik, ja, hoe moet ik dat dan doen? Het is natuurlijk omdat hij wit van binnen is. En normaal gesproken bij een zwarte pan zou je het niet zien. Dus misschien is het ook wel normaal dat je hem niet schoon krijgt. Maar ik dacht, misschien hebben jullie nog wel wat tips voor mij. De echte huisvrouwen onder de kijkers. En ik heb de neiging om alles te verzamelen op mijn bedrand. Ja, dat is gewoon een heel mooi plekje. En daar vond ik dus ook nog 3 borden. Dus ik ga maar weer even de vaat doen. De rest van het weekend ben ik natuurlijk weer bijna non-stop aan het werk. Tijger zit even van de buitenwereld te genieten. Oh, we zien iemand lopen, tijgertje. En dan komt het er niet van. En ik kan me echt ergeren aan vaat dat op de aard staat. Want dan lijkt het gelijk een zooitje. Terwijl de rest van de keuken dan misschien gewoon schoon is. Dus het moet maar weer. Het is nu 2 uur. Ik heb ondertussen wel alle vaat gedaan. Maar ik ben verder nog niet gebeld of zo. Dus het zou natuurlijk ook kunnen dat ik denk dat het nieuwe meisje misschien later mag beginnen. En volgens mij zei ik serieus vanochtend dat het vrijdag was. En het is natuurlijk keihard zaterdag. Maar ik ben echt een beetje van de dagen kwijt. Maar dat geeft niet. Het mooie is dat ik me ook realiseerde, want ik zat eens even op het rooster te kijken weer, dat ik morgen gewoon vrij ben. En ik kan me echt niet herinneren wanneer ik voor het laatst een zondag vrij was. Terwijl, zo lang is het niet geleden. Maar de laatste tijd moet ik echt vaak werken op zondag. Dus ik ga me nu maar even omkleden en opmaken. En dan
Ja, het wordt toch even een lang dagje, maar dat geeft niet. Ik ga wel gewoon thuis eten. En dan, wat ga ik eten dan? Heb ik nog iets in huis? Dan ga ik maar iets lekkers halen of zo. Nou ja, we zien wel. Maar ik kom straks gewoon thuis. En dan... Ik zit een beetje in mijn hoofd. Het is een beetje chaos in mijn hoofd vandaag. Merken jullie het? Volgens mij merk je het echt in de vlog ook. Dat ik elke keer denk... Hoe, wat? Wat was ik ook weer van plan? Welke dag is het? Wat moet ik eten? Wat heb ik nog in huis? Dat dus. Zo. Thuis aangekomen. Ik heb hard gefietst. Want ik dacht ook echt alleen maar... Oh, het is zo koud. Straks is het McDonald's zo koud voordat ik thuis ben. Oh man, op het terras ook. Het is bijna niet te doen. Poes, ga er niet van mijn voeten lopen. Het eerste wat ik zo ga doen, is een shirt met lange mouwen aan. Want, oh, en mijn tenen zijn ook zo koud. Want als ik liep buiten en mijn collega liep binnen. Maar ja, binnen was het natuurlijk veel drukker dan buiten. Want wie gaat er nou buiten zitten met zijn gestoorde kop? Nou, best wel nog een aantal hoor, maar... Dus het is ook niet alsof je keihard door moet lopen. Als je nog echt flink door moet lopen en onwijs aan te vliegen, rennen, vliegen, springen, weet ik veel wat ben. Dat scheelt toch nog wel, daar word je toch wel warm van. Oh, en nu heb ik ook nog een natte kont. Oké, okay, McDonald's. Wat heb ik gehaald? Ik heb vet gezond. Gewoon water. Ik zat te twijfelen of ik een milkshake zou nemen. Toen dacht ik, nee, te koud. Waarom is die toch altijd zo donker? Ik wil er nog steeds wat aan doen. Oh, ik heb een frietsaus extra gekregen die ik niet besteld heb. Dat is pas liefde. Ik heb een Big Mac menu, uiteraard. Frietjes. En een extra hamburger. Waarvan ik nog niet weet of ik hem ook daadwerkelijk op ga krijgen. Want het is morgen voor later. Oh, lekker. Ik kan me niet herinneren wanneer ik het voor het laatst gegeten heb. Of überhaupt wanneer ik er voor het laatst zin in had. Normaal heb ik echt wel gewoon momenten. Het is zo erg is het. Dat ik denk, oh, ik heb zin in McDonald's. Nou, dat is lang geleden. Oh, kom neus. Okay. Ik ga even lekker eten. Poesjes hebben eten. Even nog een half uurtje relaxen. En dan moet ik weer terug die kant op. Zo, ik heb nog even een beetje een touch-up van mezelf gedaan. Beetje droog shampoo erin geknald. In de hoop dat het nog één... De slag zit er nog een heel klein beetje in. Maar, oh ja. Ik heb eindelijk sinds dagen weer een beetje normale wimpers. Ik heb, omdat die ogen ontstoken waren, dan zijn ze helemaal dicht. Dus ze zijn helemaal aan elkaar vastgeklompt. Heerlijk, goed verhaal. En dan kreeg ik wel... Ja, je kan het weg maar wel schoonmaken. Maar mijn wimpers bleven in de war zitten. En nu zitten ze weer voor het eerst weer aardig... Ja, hier dit. Die hoort eigenlijk die kant op. En deze staat nog niet helemaal zo recht als het moet. Maar ik ben weer aardig tevreden met mijn wimpers. Ik zit wel weer verstopt. Dat is vervelend. Want dat zat ik gisteren niet. Maar het, ja, het is ook gewoon koud. En ik loop de hele tijd buiten. Ik ga nu een shirt lange mouw aantrekken trouwens. Voordat ik het vergeet. En dan ga ik weer aan het werk. En dan zie ik jullie straks weer. Ik ben terug van het werk. Ik lig al op bed. Ik heb even lekker snel gedoucht. En een shirt met lange mouwen aangetrokken, want het is echt... Het is zo koud. Het is zo koud. Ik had zelfs met shirt met lange mouwen onder mijn vest had ik het nog koud. En ik heb al de verwarming in de slaapkamer uitstaan. Omdat anders krijg je een droge strot en zo. Dus haha, morgen ben ik vrij. Ik mag gewoon uitslapen. Bizar, daar ga ik zo van genieten. Bedankt voor het kijken. Wel trist en tot morgen. Goedemorgen. Het is 9:30 denk ik. Ja, 9:30. En ik ben mijn bed uit. Ik moet zeggen, dit is de eerste dag dat ik wakker word. Ik denk, nou, mijn keel voelt best wel oké.